En 1-22-20 voor Boucher. Ja, daar win je dit wereldkampioenschap absoluut niet mee, zou je zeggen. Maar het is de eerste rit, we hebben geen vergelijking. Die komt nu. Als we gaan kijken naar de rit van Nick Thomas. De nummer 3 van de 500 meter tegen de Japaner Kanehama. We hebben inmiddels gehad Jensen, 1-23. De wereldkampioen Chelesovski van de laatste twee jaren, die al een slechte 500 meter had gereden van in de 40, kwam ook op de 1000 meter niet goed uit de voeten, 1-21. Hij betaalt tol voor de ziekte die hij heeft gehad in het begin van dit seizoen. Ook Uwe Mai met 1-21 kwam er niet aan. En datzelfde geldt voor Bachvalov, ook 1-21, de Rus. Ook hij geen goede 1000 meter. Thomas, hij zal het dan moeten doen. De opening heeft u gezien, 18-1. Dezelfde tijd over 200 meter als in de eerste rit genoteerd werd voor Akira Kuroiwa. Thomas moet 16e seconden sneller rijden dan Kuroiwa om hem in het klassement te achterhalen. En dit is een tussentijd, 47-1 naar 600 meter. En dan is hij er al, want dan is hij meer dan een seconde sneller dan de Japaner. En dat ziet er goed uit. Als Thomas dit kan volhouden in die laatste ronde, dan gaat hij Kuroiwa pakken in het klassement. Ai, 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 wat gaat dit? Ja, dit gaat helemaal verkeerd natuurlijk. Hoe is het mogelijk dat hij op de been blijft? En eigenlijk, ja, is de schuldige van deze aanvaren natuurlijk Thomas. De buitenbaan dient dat allemaal in orde te brengen. Hij raakte de Japaner, maar goed, ze gaan beide door. En dit is de eindtijd, 1:19:58. De snelste tijd op dat moment. En Kuroiwa is gepakt in het klassement door Thomas. Kijk nog even naar dat moeizame gedoe daar bij die kruising. Tot op het laatste moment wordt die kruising voortgezet. En dan tikken ze elkaar met de schaatsen eventjes.